Hallo, hier zijn Rudy en Ilse. Op 31 januari gaan wij de dag van de zingeving hosten aan de VU in Amsterdam. Thema Purpose Meets Business, Rudy. Daar hebben we voor gekozen. Ja. Daar hebben we het al veel over gehad. En ik ben toch nog een keer benieuwd als we weer starten daarmee. Wat is eigenlijk voor jou daar zo belangrijk in het thema? En hoe zie je dat niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen terugkomen? Ja, het is een thema dat mij enorm aantrekt, hè. Omdat ik het gewoon zie in mijn werk als trainer, consultant en coach in bedrijven. Zo, hè. Ik doe gewoon een vaststelling. En dat leeft ook bij mij, maar je ziet het ook bij heel veel mensen. Dat is die zoektocht naar zingeving. Men wil dat het klopt, dat het zinvol is. Men wil dat het eigen leven zinvol is. En dat zie je op vele lagen. Hè. In een zorgsector kan iemand tevreden zijn dat hij patiënten helpt, bijvoorbeeld. Dat geeft zin. Hè. Maar die protocollen, daar hebben ze dan niks mee. Hè. Dat hoor je heel veel. Daar hoor je heel veel klachten rond protocollen. En dan die ontevredenheid begint te leven. En is in feite een zinsvraag. Ik voel me niet verbonden met protocollen. Ik heb daar niets mee. Dat is mijn werk niet. Hetzelfde in onderwijs. Docenten die heel veel administratie moeten doen. En die dus wel zeggen, mijn cliënt, mijn studenten, hè, in hun klas. Maar die school, ze zullen niet vlug zeggen, mijn school. Dat heb ik uit mijn promotieonderzoek vastgesteld. Een docent zal niet vlug zeggen, mijn school. Dat geeft een vervreemd gevoel. En in banken, iemand kan een heel tof team hebben en klanten helpen, maar dan, of de bank dan veel geld verdient, daar hebben ze niets mee. En dus meer en meer komt dat boven water, die zoektocht van, is dit wel zinvol voor mij? En mensen kunnen dat niet altijd heel expliciet zich afvragen, want als je die vraag stelt, voel ik mij wel verbonden met die grotere gehele en die organisatie in de maatschappij, ja, dan komen ze wel met een vraagstuk terecht waar ze geen antwoord op hebben. Want als je dan beseft, ik heb niks met protocollen of met het systeem, ja, wat doe je dan, hè? Want je hebt wel je loon nodig. Dus dat is een zoektocht van de mens, van kijk, dat gevoel leeft wel, maar ja, goed. En als je dat vaststelt, dat heel veel aan de hand is, ken ik ook in al die verschillende sectoren of bij heel veel verschillende doelgroepen, beroepsgroepen. Ja. Wat hebben we daarin met elkaar te doen of te ontwikkelen? Ja. Zouden we ermee kunnen? Ja, ik denk de eerste stap is te erkennen dat die vraag leeft. Gewoon nog maar het daarover hebben. Dan voel jij je verbonden. Wat heeft jouw zin? Meer dan talenten en passies en competenties. Het is een existentiële zoektocht van wat geeft mij zin. En dat erkennen, daarover hebben, dat in de dialoog brengen, daar geen angst voor hebben. Hebben we dat veel? Ja, ik denk dat we daarover zwijgen, omdat we weten, als we die vraag stellen, dat we zullen vaststellen dat we misschien heel veel werk te doen hebben om het zinvol te maken. De organisatie in de maatschappij, in het milieu, dat zijn grote vraagstukken. En het is niet omdat we er geen antwoorden op hebben, dat we die vraag onder tafel moeten houden. Het gewoon het erover hebben. Mensen zijn wel volwassen genoeg om te weten dat niet alles duidelijk oplosbaar is. Hè? Dus maar het erover hebben zal maken, als je het er niet over hebt, dat is het punt. Als je het er niet over hebt, dan krijg je burn-out, dan krijg je ziekteverzuim, dan mensen haken af, doen hun taak, doen gewoon hun werk voor hun loon, en je hebt de millennials niet mee. Dus het begint te leven. En de HR, dus de leidinggevende bedrijven, hebben die uitdaging op te pakken van hoe doe ik zinvolheid in onze organisatie? Hoe gaan we daar in de volgende 10, 20, 30 jaar aan werken? En daar werkvormen voor vinden, HR-werkvormen, waar ik dan mee bezig ben. Methodieken van dialoog, veiligheid creëren om het erover te hebben en dan samen op weg te gaan. Dat is onze grote uitdaging, die zingevingsvraag, aarden in concrete methodieken en stappen die we kunnen samen gaan zetten. Concrete methodieken, dialoog, dag van de zingeving, Rudy. 31 januari 2019, je bent van harte welkom.